Wij hebben een vrij ruimhartig systeem voor rechtsbijstand. En daar trekken we in Nederland ook vrij veel geld voor uit. Bijvoorbeeld veel meer dan in België of in Duitsland. Hè. 2 keer zoveel als in België, 3 keer zoveel als in Duitsland. Dus als het ging om het geld dat we erin stopten, denk ik dat we ons echt niet hoefden te schamen. Maar ik vond wel dat die rechtshulp beter kon. Je zag ook wel dat het aantal rechtszaken enorm was toegenomen. De afgelopen 10, 20 jaar. Gelukkig is dat weer wat afgenomen de afgelopen 4 jaar. En ik vind dat goed. Niet omdat ik zeg van het is een doel op zich om minder rechtszaken te hebben. Want soms moet je naar die rechter om je gelijk te halen. Maar het moet ook niet je eerste stap of oplossing zijn. Ook dan ga ik maar naar de rechter. Ja. Ik merkte dat bijvoorbeeld ook in mijn tijd in het onderwijs. Dat op een gegeven moment ook een beetje een klimaat waarin als ouders het niet eens waren met het schooladvies van de kinderen, dat ze zeiden, dan ga ik naar de rechter. Ja, dat is een beetje de wereld op zijn kop. Bovendien vond ik ook dat de overheid zelf de hand in eigen boezem moest steken. Want de overheid was ook wel heel erg makkelijk dat als jij een probleem had met je uitkering, dan kreeg iemand anders aan de telefoon. Die zei, nou, schrijft u maar een bezwaar, een beroepschrift. Of gaat u maar een bezwaar en daarna een beroep heeft u naar de rechter toe. Voor heel veel mensen is dat al een enorme hobbel. Heel erg ingewikkeld. Terwijl ik denk, ja, als je nou even 5 minuten de tijd had genomen om te kijken wat het probleem is en een beetje oog had gehad voor die, dan was het zo opgelost. Ook omdat, kijk, als iemand naar een rechter toe moet en uiteindelijk zijn gelijk haalt, dat is een traject van maanden, zo niet jaren. Levert ongelooflijk veel stress op. Kost heel veel tijd en geld. Terwijl ik denk, dit is een probleem dat soms veel makkelijker kan worden opgelost als de overheid met iets meer menselijke maat te werk gaat.